aflevering van Op Verloren Stationspotten. De trein die je daar ziet, die gaat nu naar Utrecht Centraal, maar komt niet uit Arnhem. Die komt namelijk uit 3 kilometer na Utrecht, in de richting van Arnhem, loopt de lijn naar 3 namelijk samen. En om die reden ga ik dus alle verloren stations op die lijn in de 3 kilometer ook noemen. Zoals station... Uit Amsterdam en Arnhem stopte in Utrecht op het tegenwoordige Centraal Station. Maar de Nederlandse reisborgmaatschappij stond dat niet toe om de treinen van de staatsspoorwegen op hun station te laten stoppen. Daarom werd 900 meter verderop naast het Centraal Station in 1868 het Utrecht Staatsspoorstation geopend voor de treinen richting 's-Hertogenbosch. In 1874 werd het staatsspoorstation en het centraal station toch samengevoegd en in 1890 is de Nederlandse reisspoorwegmaatschappij overgenomen door de staatsspoorwegen. Het stationsgebouw van Utrecht Staatsspoor bleef nog in dienst voor spoorwegpersoneel totdat het in de oorlog is verwoest. Eindigt hier nu. Vroeger ging die verder, was het een hele lange spoorwegovergang aan het Houtense pad. En langs het Houtense pad was ook een stopplaats van 1893 tot 1926, waar alleen de treinen tussen Amsterdam en Arnhem stopten. Alleen de treinen in de richting van 3 stopt hier om aansluiting te geven op de treinen naar het Hollands IJzeren Spoorwegmaatschappij station van Utrecht, wat beter bekend staat als Utrecht Maliebaan of het huidige Spoorwegmuseum. Door de museumpendel van Utrecht Centraal via het voormalige station van
lunetten, daar keerde die. En dan ging hij naar Utrecht Maliebaan, beter bekend als het Spoorwegmuseum. Tegenwoordig gebeurt dat in Blauwkapel. Stopplaats Vechten werd geopend in 1890 en gesloten in 1933. Het stationsgebouw werd na de sluiting nog steeds wel gebruikt voor de overwegwachters. Kilometer verderop door een gebrek aan ruimte. Dus dat is mooi, hier ben ik weer zijn eigen station. En wij gaan verder naar het volgende station. Voor hele rijke mensen die het leuk vonden om als hobby op wild te jagen. Om hier te komen maakten mensen gebruik van een stopplaats die was gebouwd. Er was een stel die niet veel voor was, gewoon een perronnetje en meer was het niet. En mensen die hier op vakantie wouden, die konden dan aan het treinpersoneel vragen of de trein voor hun een tussenstop wou maken. Misschien wel de meest bijzondere gast die bij dit stopplaatsje heeft uitgestapt om hier vakantie te vieren, is prins Hendrik geweest. De zoon van Willem II en dat is in 1916 geweest. Na Wilperhorst komen we
dat bij drie werden gezeist. Dat is niet interessant, want dat bestaat nog steeds. Daar spotten we ook nog wel een keertje, maar niet in deze serie. Deze serie is namelijk speciaal gemaakt voor stations die niet meer bestaan, zoals Wilphorst. Maar in 1844 was Driebergen-Zeist het eindpunt van de Rijnspoorweg. Je kan namelijk niet die hele Rijnspoorweg in één keer openen. Pas een jaar later, in 1845, werd het gedeelte van Driebergen-Zeist in de richting van Veenendaal de Klomp geopend. En daarom gaan we dat volgende week doen. En aan de tijd van de, hoe lang deze aflevering al bezig is, vind ik dat ook wel hoog tijd. Dus tot volgende week. Dan gaan we naar Driebergen Austerlitz. Dan gaan we naar... Oh, dat moet ik natuurlijk niet zeggen. Dan kijken jullie volgende week niet meer. Nee, jullie moeten abonneren. Dan zien jullie wanneer de volgende aflevering uitkomt. Als het goed is volgende week. Maar dat weet ik niet zeker. Dat zien jullie alleen als jullie abonneren. Hè. En like als je het leuk vond natuurlijk. Hè.